Namaste. Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Manisha Sluizer. Ik ben een haptotherapeut, een spiritueel docent en een boodschapper van liefde. Ik noem mezelf ook wel een Divine Channel of Transmedium. Ik heb verbinding met mijn ziel en begeleiders uit andere dimensies. Ik wil met je stilstaan bij bepaalde thema's en onderwerpen van het leven voor bewustzijnsgroei. Ik wil je laten weten dat je niet alleen bent in deze wereld en dat je leven een les, een doel en een missie bevat. Ik neem je mee om te leven vanuit je hart en ziel. Ik noem het ook wel hart en zielswerk. Je kan bij mij online en persoonlijk individuele en groepsessies volgen voor hart en zielswerk. Ik wens je voor nu veel luisterplezier. En mocht je een donatie willen doen, dan is dat altijd welkom. En like deze podcast als het resoneert bij jou van binnen. Ik wens jou een mooie reis en weet dat je onderweg bent naar jezelf. Let's talk about sex. In deze podcast wil ik het met je hebben over seks en de liefdebedrijven. En of je nou al honderdduizend keer seks hebt gehad, tien keer, nul keer, wel of geen ervaring hebt, het maakt helemaal niet uit. Het gaat over intimiteit, diepe intimiteit, diepe liefde. Het gaat over verbondenheid. En seks gaat eigenlijk over veilig voelen, over grenzen aangeven, over. Vertrouwd zijn met je eigen lichaam. Als je dat bent, dan ben je in staat om de liefde te bedrijven. Hè, de liefde die we voelen met ons hele wezen, met ons hart. En eigenlijk seks en de liefdebedrijf is iets waar we veel meer over mogen praten als we jong zijn of wat ons geleerd mag worden. En tegenwoordig zijn er veel meer boeken over, maar vroeger waren er in andere tijden was er geen informatie over seks. Misschien positieboekjes, zo moet je het doen. Ik hoorde laatst een verhaal, dan hebben we het echt over heel veel jaar geleden, dat een zoon van een vader getrouwd was met een vrouw en dat die vader zei: kijk, ik laat je wel even zien hoe het moet. Dus deze vader had seks met zijn vrouw en die liet hem even zien hoe dat moest. Seks gaat over genieten. En dan komen we meteen bij de allereerste vraag: Mag jij genieten van jezelf? Kan jij ontvangen? Kan jij geven? En als we dan kijken in het lichaam, dan neem ik je mee in de chakras. Ja, de, de energiewielen in je lichaam of de plaatsen waar de energie zich bevindt in jouw lichaam. En dan hebben we de eerste chakra, ja, die zit helemaal onderaan bij je genitalium. Dat is een energie die, ja, die aardend is en zorgt voor vertrouwen. En, een energie die zorgt voor ja, goed voor jezelf zorgen, op je gemak zijn... Je vertrouwd voelen in de wereld. Je veilig voelen. Zekerheid voelen in jezelf. Ook al het vermogen hebben om te ontspannen. En goed voor jezelf te zorgen. En tevens is het een plek waar heel veel angst opslaat. Dus heel veel angst slaat zich op in het bekkengebied. En dan met name echt in de basis. In je genitalie. En als je te maken hebt gehad met heftige dingen als. Misbruik, geweld, veel angsten in je leven, dan beïnvloeden die ook dat gebied. En in het basisgebied gaat het over affirmaties als het is veilig voor me om er te zijn, ik hou van mijn lichaam, ik ben hier en ik ben echt. Ik ben aanwezig in mezelf, ik mag genieten. En als we dan iets omhoog gaan, dat is het zeg maar tweede chakra, die zit net boven je schaambeen en dan onder je navel. Een plek van emoties. En een plek waar verlangens, behoeftes, lust, gewaarwording van dingen en waar je seksualiteit eigenlijk thuis hoort en dat is een soort gevoel. Het is een gevoel seksualiteit. Een gevoel wat, wat je kan ontwikkelen. Maar de emotie die dat eigenlijk allemaal tegenhoudt, is schuldgevoel. Als jij je schuldig voelt, dan onderdruk je emoties, verlangens, behoeftes, lust. Of het slaat zeg maar de verkeerde kant op. En als het de verkeerde kant op slaat, dan, ja, dan voel je een beetje angst voor seks. Dan mag je niet genieten. Je durft niet te veranderen. Je durft geen ruimte te geven aan je verlangens, je hartstocht of je opwinding. Mag jij genieten. En zo, je tweede chakra zorgt ook voor emotionele intelligentie, dus... Omgaan met je emoties. Het vermogen hebben om te veranderen. Grenzen kunnen aangeven. En ook het vermogen hebben om ja, lust te ervaren. En dat te mogen. De affirmaties die daar een beetje bij, bij horen zijn. Ik verdien plezier in mijn leven. Ik neem informatie uit mijn gevoelens op. Ik ben blij met mijn seksualiteit. Het leven is leuk. En mijn seksualiteit is heilig. Heilige seksualiteit. Nou, ik spreek dit ook wel in naar aanleiding van mijn vorige filmpje over heilige seksualiteit. Waar ik veel opmerkingen over krijg. En waar ik ook mensen over krijg die er graag met me over willen praten. Van ja, maar Nisha, jij vertelt zo dat je daar zo van kan genieten. En. En, en dat je zo je sensualiteit en je seksualiteit hebt mogen voelen. En hoe doe je dat? En wat voor oefeningen heb je daarvoor? En, maar ja, de oefeningen die ik daarvoor heb, dat zijn eigenlijk hele gekke oefeningen. Want als ik zeg, ja, ga lekker mantra zingen. Of als ik vraag, waar geniet jij van? Hè, dus de, de weg hoe ik mijn eigen sensualiteit opeens ervoer was, toen was ik 31... En ik was zo essentieel bezig met mijn eigen emoties. Dus als we dan kijken naar wat ik net benoemde, die eerste chakra in je basis, de energie die in je genitalie zit, angst. De energie die in je onderbuik zit, schuldgevoel, verdriet, schaamte. Hè, die gaan we als we iets omhoog gaan komen bij schaamte, als we iets omhoog gaan in het lichaam komen we bij verdriet, hè, Zo zijn dat, is dat opgebouwd in je lichaam. Jezelf tegenhouden, jezelf beperken, niet geloven in jezelf, het zijn allemaal dingen, thema's die, of overtuigingen in jezelf die, die de energie blok blokkeren. En ik ben dus zo essentieel bezig geweest met het reinigen van schuldgevoel, reinigen van schaamte, reinigen van angst, reinigen van verdriet. En met reinigen bedoel ik dat ik die emoties zo ben doorgegaan, dat ik daar zo zuiver bij ben geweest, aandacht aan heb gegeven. Ik ben erin aanwezig geweest in mijn diepste pijn. En toen opende ik dus in die plekken in mijn lichaam, die energiewielen, die chakra's. Dus ik bevrijde mezelf van die energie. En tijdens dus het zingen van mantra's. Ik kon genieten van het zingen van mantra's. Dat was iets waar ik echt heel blij van word. Ik word blij van muziek. Ik word blij van zingen. Dus dat was iets in mij. Dat opent de weg. Op een gegeven moment open je je hart, je buik. En dan komt die stroom vrij in je bekken. Die stroom kwam vrij in mijn bekken. Waardoor ik op een gegeven moment. En energie voelde in mijn andere film zei ik ik werd zo zacht als een perzik van binnen. Ik denk, hè, wat voel ik nou van binnen? En toen besefte ik, oh, dat is mijn sensualiteit en mijn seksualiteit die ik voel van binnen. Wat een soort, ja, ik noem dat zo'n borrelende honing werd in mij. Iets dat ik dacht, wauw, wat jammer, wat lekker. Dus ik kon opeens genieten van mezelf. Dus ik ben anders naar seks gaan kijken, want seks werd op een gegeven moment heilig, heilige seksualiteit. Ik ontwikkelde dat en ik ervoerde dus van binnen dat mijn vagina werd een soort roos, met, die was zo zijde en zacht. En toen dacht ik, jeetje, dat is zo'n heilige plek. Ja, daar mag, daar mag iemand anders, Er mag een penetratie inkomen die zo subtiel en liefdevol en zacht is. Maar niemand heeft me dat ooit verteld. Het is dus niet dat mijn vader en mijn moeder vertelden over heilige seksualiteit. Over hoe kan je je eigen vagina ervaren of hoe kan je je eigen penis ervaren. Hoe voelt het als een man om bij een vrouw naar binnen te gaan. En als vrouw hoe voelt het als een man bij je naar binnen gaat. En, en dat contact wat er is, dat is dus een, een, zeg maar een aanwezige penis die in een aanwezige vagina komt. En de vagina ontvangt de penis en de penis geeft aan de vagina. Dat is, hè, dan, dan gaan we gewoon even puur in de genitalie zitten. Dus als een man aanwezig is in zijn lichaam en dus helemaal dat gevoel, die basis durft te bewonen. Dus als een man zijnde, voel je je veilig in jezelf? Kan jij je grenzen bewaken? Voel jij je vertrouwd bij jezelf? En. Ben je in staat om te ontvangen en te geven? Niet alleen in je hart, maar dus ook in je bekken, in je, in je penis. En als vrouw zijnde ook. Durf je je hart te openen? Durf je aanwezig te zijn in je emoties, in je vagina? In de va durf je veilig, ben je veilig bij jezelf? Ben je, dus durf je iemand te ontvangen en dus ook je liefde te geven vanuit je bekken en je emoties. En je ziet vaak hè, dat wanneer. Twee mensen, één, zijn. Dus wanneer de penetratie is. Dat vrouwen ook al vaak moeten huilen. Of mannen moeten huilen. Omdat het dan zo, zo binnenkomt. En dat zijn zulke cadeautjes. Wanneer je dus aanwezig bent in je lichaam. En elkaar kan ontmoeten in het allerdiepste, intiemste. Ja, kwetsbaarste stuk van elkaar. Nou, en op televisie zie je dat niet echt. Hè? Dan als we kijken naar, naar. Als je kijkt naar seks, porno. Dan gaat het niet over verbondenheid. Het gaat over lust. Het gaat over elkaar het hof maken. Hè? Zoals ze dat vroeger zouden kunnen zeggen. Het, het is gewoon penetratie. Het is seks. En heel veel nieuwe mensen in deze tijd, lichtwerkers, mensen die hebben behoefte aan meer. Vrouwen. Ik hoor veel vrouwen die zeggen: ja, ik. Ik mis iets, maar ik weet niet zo goed wat ik mis. En ik heb ook veel mannen die zeggen: ja, ik mis iets, maar ik weet niet wat het is. Kijk, de seks is goed. Ik kan klaarkomen, ik kan ervan genieten. Maar in seks is er dus nog een diepere laag. En dat is gewoon de liefde bedrijven. Elkaar ontvangen in, in het allerdiepste van je kwetsbaarheid. Dus emoties kunnen laten zien, emoties toestaan, maar dus ook. He, schuldgevoel, schaamte, daarin dat van jezelf durven aankijken en dat omarmen. Daardoor heen gaan. Ik spreek ook wat mannen die, die dan praten over hun seksleven met hun vrouw. Dat ze zeggen, ja, dat is er gewoon niet meer. En ik hoor vrouwen die praten over hun man, die zeggen, ja, het is er niet meer. En, en zodra de seks en de in, die, die seksuele intimiteit uh, vervalt, hè, dan ga je leven een beetje als, als broer en zus, als vrienden. En daarom is, is seks een heel belangrijk onderdeel van uh, fysieke intimiteit om in die uh, bonding, in die verbinding te blijven met elkaar. En daarin, zoals ik net benoemde, die emotionele verbinding, die zit dus ook daar. dus om emotioneel met elkaar in verbinding te blijven kunnen we praten. Maar om emotioneel met elkaar in verbinding te blijven, kunnen we dus ook de liefde bedrijven met elkaar. En als je daar in die tederheid kan zitten, in die koestering, in die zachtheid en elkaar bewijzen van troost brengen terwijl je één bent met elkaar. dan vindt er zoveel heling plaats. En ik praat nu even over man en vrouw. Ik bedoel, ik kan het ook hebben over mannen, mannen, vrouwen, vrouwen bij elkaar. Hè? Dat is helemaal hetzelfde. Ik pak even dit voorbeeld. Um, maar hè, dus dat geldt voor, voor, voor hoe jij ook je seks beleeft, met welk geslacht. Die verbondenheid, aanwezigheid kwetsbaar durven zijn en alles wat is is zo belangrijk. Dus als we het hebben over heilige seksualiteit, over trucjes, over oefeningen, dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om te gaan voelen. Om te gaan voelen in die kwetsbaarheid in in, voel je je veilig bij jezelf? Voel je je thuis in deze wereld? Kan je grenzen aangeven? Kan je praten over je emoties? Kan je aangeven hoe het zit? Kan jij de woorden vinden in hoe jij je voelt? Dus daarom is het zo essentieel om met elkaar dus de juiste woorden te vinden, liefdevolle communicatie, positiviteit. Want als we in gewoon die communicatie met onszelf vinden, dus dan benoem ik even de Emotionele intimiteit met jezelf. Vanuit daar begint de stap naar de liefde bedrijven met een ander. En dan heb ik, een, weet je, dan heb ik het nog niet eens over weet je, de penis en de vagina. En hoe je elkaar kan openen. En kijk, je huid, je lichaam, het grootste orgaan in je lichaam wat kan voelen is je huid. Ja. Een streling met volledige aandacht. Ogen die elkaar aankijken met volledige aandacht. Ademhalingen die synchroon gaan. Waarin je elkaar laat horen. Laat zien en voelen van... Ik hoor je, ik voel je. Ik wil bij je zijn. Ik wil één met je zijn. Ik wil voorbij de schaamte. Ik wil voorbij het schuldgevoel. Ik wil voorbij... Hè, dat ik... Maar overgeef aan jou, ik wil niet pleasen, ik wil er zijn. Als man zijn, hoe kan je er zijn? Als vrouw zijn, hoe kan je er zijn? Als vrouw zijn, hoe kan je je man, ik noem het maar even, verwennen? Als man, hoe kan je je vrouw verwennen? Praat met elkaar. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit ontdekken? En de meeste mensen gaan tegenwoordig naar tantra cursussen... en die hopen het in de tantra cursussen te vinden... En dat kan ook wel. In de Tantra-cursussen kan je praten over seks. Kan je tools krijgen, oefeningen over het dearmeren van het lichaam, de vagina, de penis. En uh, dan krijg je, kan, je daar, kan je die kant op gaan. Maar wat het allerbelangrijkste is en blijft. En in de Tantra doe je ook oefeningen: ga je in elkaars ogen kijken. Hè, ga je dus met elkaar ademhalen. Ga je dus resoneren op elkaar. Bij elkaar blijven, aanwezig blijven. En het, is, het, het nodigt dus nog het een en ander uit. Dus grenzen aangeven. Aangeven hoe jij je voelt. Aangeven hoe ben ik in mijn lichaam. Nou, je, je, je genitaliën en je mond, die horen bij elkaar. Daarom is zoenen vaak ook, nou ik vind het heerlijk... Is zoenen ook zo belangrijk, want zoenen, hmm, als je fijn kan zoenen met elkaar, dan open je eigenlijk dus je seksuele, sensuele energie. En het opent de vagina bij de vrouw en de man. Mannen die zijn, als we het even hebben over, over het liefdebedrijven, seks hebben met elkaar. Uh, het is heel belangrijk dat het lichaam van de man en vrouw opgewarmd is, want dan opent het lichaam. Nou, de man die is heel snel opgewarmd, de vrouw die heeft tijd nodig om opgewarmd te worden. He, daar zit gewoon een, een verschil in. Nou, stel je voor als een bloem die moet openen, He, zacht worden, openheid. En bijvoorbeeld met gewoon al aandacht, dus gewoon door je handen op het schaambeen te plaatsen op de vagina en niks te doen... Daar kan de vagina eigenlijk van openen. Of één hand op, de, op het schaambeen en de andere hand op het borstbeen. Het openen van, van de vrouw. En dat de vrouw tijd mag nemen om te openen. Dat de vrouw mag voelen: oh ja, wacht even. Ik hoef niet meteen aanwezig te zijn. Ik hoef niet meteen wat te doen. Ik mag openen, ik mag voelen. En ik zeg altijd: het, het is net alsof je mag voelen dat die stroom van binnen, die waterval, gaat stromen. Zodat je jezelf kan geven, maar dat, zodat je ook kan ontvangen. Want dat wil je: je wil ontvangen en geven. En datzelfde bij de man: een hand op de penis, een hand op het hart. Zodat de man ook alles van de man er mag zijn. Adem maar, verbind maar je genitaliën met je hart, verbind het maar met elkaar. Zak uit je hoofd, zak in je lichaam. Dus dat wordt het meteen veel kwetsbaarder. Hè? Hoe voel jij je? Hè? Waar heb jij behoefte aan? Wat wil jij? En soms is het ook zo dat de man alleen maar zegt: Ja, ik heb eigenlijk wel zin om gewoon te ontvangen en ik heb eigenlijk geen zin om dat bij jou te doen of andersom. Hè? Kan dat? Mag dat? Mag kan dat er zijn? Dat je zegt, oh, met heel mijn liefde, met heel mijn hart, ga ik energie aan jou geven, omdat dat goed is voor jou, omdat jij dat nodig hebt, in plaats van, nou weet je, jij wil gewoon even klaarkomen, kom. Ik geef je mijn best voor je doen heb, en je bent klaar, zonder verbinding. Nee, in verbinding dat samen doen. Dus de beste relaties, die hebben ook een goede intimiteit. Een goede intimiteit vraagt dus om communicatie, liefdevolle communicatie. Met elkaar in gesprek te blijven. Met elkaar intiem blijven. En blijven communiceren. Wat voel jij? Wat wil jij? Wat heb je nodig? Wat verlang je? Wat zijn je behoeftes? Ja? Dus nog een keertje terugkomen op het hele bekkengebied, buikgebied. Ja, schuldgevoel, schaamte, angst, zorgt ervoor dat het genieten wegblijft, verdriet in het hart, zorg ervoor dat, het, dat er geen openheid is. Dus onthoud dat de liefde bedrijven met elkaar, zorgt ook dus voor het helen en het oplossen van schaamte, schuld, het oplossen van angst en verdriet, als je dat dus durft te doen bij elkaar. Wanneer je heftige dingen hebt meegemaakt in je lichaam, dan dat slaat ze op. Dat slaat op in je genitaliën, in je buik, in je hart. Je verkrampt. Vrouwen die ook zeggen: Ik kan niet openen. Mijn vagina is zo strak. Eén, gewenning, hè. Gewenning. En twee, ja, veilig voelen. Juiste tijd, juiste tempo. Klopt het met elkaar? Ben je opgewarmd? Ben je nat genoeg? Ben je. Stroomt het dus van binnen? En hoe kan je jezelf leren voelen? Hoe kan je dus genieten van jezelf? Is, ik zeg altijd: ga proeven. Ga leren met je mond dingen te proeven. En hoe meer je gaat proeven en denkt: oh, lekker. Dan ga je misschien voelen dat het resoneert met je bekkenbodem. Je mond en je bekkenbodem resoneren met elkaar. Hmm. Ga bewust zijn van je smaak, ga bewust zijn van, hoe hmm, voelt het in mijn mond? Ga bewust zijn van je lippen, je tong. Ga bewust zijn dus van, van je gezicht, van wat je binnenkrijgt. En ik nodig je uit als je een partner hebt en je hoort dit. Ga vertragen in de seks, slow seks. Langzaam aanraken, langzame penetratie. Rustig aan. Je tempo dus vertragen. Kijken wat dat doet met elkaar. En vaak, wanneer we tempo vertragen en in die vertraging blijven. dan komen die emoties los, omdat dat zoveel teweeg brengt. Hmm, bij elkaar blijven. Samen blijven. In eenheid. Dus praten over seks is heel belangrijk, oefenen is heel belangrijk. We hebben oefenmateriaal nodig. Soms is het niet erg om gewoon met iemand die je niet kent in bed te liggen, om gewoon te oefenen. En dan weten van ja, dit wil ik niet, dit wil ik wel. We hebben elkaar nodig om te oefenen, om te openen. En als we goede liefdespartners zijn, een goede sekspartners zijn, dat is voor ons allemaal weer anders. Hè? En ik zeg niet dat je alleen maar aan een slow sex moet. Maar stem met elkaar af. Wat wil jij? Wat wil ik? Wat is fijn voor dit moment? En ga leren genieten en geef elkaar de ruimte en de tijd om dat te ontdekken. Dus seks niet alleen maar in je eigen belang, maar verbinding maken met elkaar. Seks is een onderwerp waar ik echt uren met je over wil praten. En iemand heeft me wel eens gevraagd: Manisha, waarom ga jij niet? Workshops doen, zodat we hier met elkaar over kunnen praten. Nou, mocht je daar interesse in hebben, dan wil ik dat absoluut doen. En wat ik al zei, het is dus een heel spannend onderwerp. En het is spannend om dus ja, dat kenbaar te maken aan elkaar. Maar weet dat we dat allemaal vinden. Het is allemaal spannend en kwetsbaar. Hoe zie je eruit? Hoe ben je? Nou, ik werk nooit naakt. Doe ik niet. Kan je in tantra workshops doen? Kan je naak zijn, naar elkaar kijken? Hoe zie jij eruit? Hoe zie jij eruit? Ik zeg altijd: we zijn allemaal uniek geschapen en voor ons allemaal is er een match. We passen allemaal bij iemand. Seks is iets persoonlijks. Liefde is, de liefdebedrijven is zoiets persoonlijks waarin je zo ja, voor jezelf mag kiezen: van, van hoe zou ik het willen? En ik hoop als je dit luistert dat je een partner hebt of een partner vindt. die jou kan geven wat je nodig hebt. of dat je kan helen met iemand. Het is vaak zo belangrijk om te helen met een partner. Zeker na bevallingen, na een zwangerschap. is het kwetsbaar, het was pijnlijk. En dan wil je dat je partner daar. Met alle liefde aandacht aan geeft. Dus begin naar een bevalling of zwangerschap als partner bij degene die bevallen is. Leg gewoon je handen erop en doe niks. Zorg weer dat het hart en de vagina met elkaar verbinden. Eén hand op het schaambeen, vagina. De andere hand op het hart, op het buik. Verbind maar weer met jezelf. Voel jezelf maar voordat ik bij jou naar binnen kom. Voel je veilig. Alle emoties die daar zitten van wat is er geweest als partner zijnde, weet dat, dat dat er is. Hou daar rekening mee als de vrouw mag huilen, dat de vrouw verdriet mag ervaren of angst. Blijf erbij, blijf erbij, voel. Hoe doen we dat? Nou, de liefde, het is zoiets heiligs, een innerheilig huwelijk. Het is zo mooi wanneer het kan overstromen. Wanneer je kan ervaren dat je de verschillende orgasmes in je lichaam kan ervaren. En daar heb je vaak zo'n tijd voor nodig. De een die hè, heeft het in een paar seconden. De ander heeft er tijd voor nodig om te openen, om warm te worden. En dat is oké. Okay. Ja, je veilig voelen, vertrouwen te voelen. Grenzen aangeven, openen, ontvangen, geven. Het zijn echt levensthema's. Dus met de juiste persoon, op het juiste moment en de juiste tijd. Helen, openen, oefenen, leren, ervaren, beleven, genieten. Het is iets prachtigs en het is zonde als het er niet meer is. Dus als je een partner hebt, zorg dat die fysieke intimiteit daar blijft. En als je een partner hebt met wie dat niet meer klopt. Als je toestaat, zoek iemand. Het is, het is iets moois. Het is iets helends. Het is iets wat we nodig hebben om onze levensenergie te laten stromen in ons lichaam. Gekoesterd worden, aangeraakt worden, aangekeken worden, omarmd worden. Zorg dat je. Ja, daar niet in de kou in staat, om het zo maar te zeggen. Heb die ervaring. Het is zo vitaliserend. Hmm, dus laten we elkaar daar ook in onderwijzen. Als je een nieuwe partner hebt of je ontmoet iemand, durf erover te praten en durf met elkaar te onderzoeken. Zullen wij dit met elkaar onderzoeken? Ja, ik weet niet wat jij fijn vindt. Jij weet niet wat ik fijn vind. Ik ben niet zoals alle vrouwen. Jij bent niet zoals alle mannen of vrouwen. Ja, dus ontdek dat met elkaar. Laten we van seks geen taboe maken. Laten we van seks iets maken wat we allemaal doen. Laten we voorbij de schaamte en schuldgevoel gaan en weten dat, ja. We mogen ook vies zijn, we mogen ook geluid maken, we mogen ook scheetjes laten, we mogen ook vloeistoffen hebben, we mogen ook zweten, we mogen ook kreunen, we mogen ook. Laten we horen hoe we genieten. We mogen ook heigen en, en ademhalen. Het mag er allemaal zijn. Dat hele lichaam ervaart namelijk. Dat hele lichaam kan in extase gaan. Dat je hoe, hè, heel full body orgasmes hebt. Dat je denkt: wow, je tintelt van top tot teen. Je hoofd is volledig verlicht. Ik gun je die reis. So let's talk about sex, let's talk about love, let's talk about de bezieling. Ga aanwezig zijn in je lichaam, durf te voelen, durf kwetsbaar te zijn, durf te praten. He, dus dat al begint bij jou. Praat over hoe jij je voelt, wat zijn je behoeftes, verlangens, durf te praten, durf te openen. En dan zal de weg daar zijn. En ik ben ook hier om dat pad met je te belopen. Yes, wie weet... In een mooie groep, wie weet, één op één. Maar het is iets wat we allemaal doen. Nou, heel veel liefs. Als jij de liefde bedrijft, wens ik je heel veel plezier. Misschien heb je wat aan wat ik vertel. Als jij een fijne partner hebt, geniet ervan. Ik hoop dat je met z'n tweeën kan communiceren. En als je op zoek bent naar iemand, luister naar binnen en kijk wat je nodig hebt. Heb je iemand nodig om te helen? Heb je iemand nodig om mee te oefenen? Heb je iets nodig om je veilig te voelen, vertrouwd te voelen, een langdurige relatie op te bouwen om je helemaal te openen? Voel, zet je intentie en straal het uit. Dan zal het naar je toe komen. Heel veel voor nu. Tot gauw. Manisha.